Hey!
Oh, zet hem alles in de hoek. Dan kan hij niet zo kukkelen. Ja, wat ook kan. Als hem in de midden zetten en dan op zo'n mandje. Maar dan moet je even de balansje erin vinden. En dan. Bijna los. Als je zo'n dingetje leeg pakt, dan kan je het hier opzetten, zeg maar. Oh ja. Maar het is zelfs. Ja, maar dat zit nog wel. Ik zal deze even. Kijk. Ik heb er niet nodig. Kijk eens voor de kindjes. Dan mag je hem allemaal een witte vol. Kijk. Toch, heeft hij mijn vrouw allemaal. Waar die voor mij? Ik ben niet. Toch, kind. Je mag wel. Cheat day. Kijk eens. Hou het maar vast. Dan moet ik hem bepalen. Doe jouw snoepje. We gaan onder de tunnel. We gaan onder de brug. We gaan onder de brug door. Wordt het echt? Ja. Oh, zeg maar. Ja, dat is best. Hey, kan je lezen, Max? Kan je lezen hoe de brug heet? Huh? Kan je lezen hoe de brug heet? Ja, ik kan het lezen. Je naam? Boombrug, juist. Zo, weet je waarom het boombrug heet? Wat? Vroeger lagen hier boomstammen in het water. En als je moest je eerst betalen en dan kon je het door. En dat is ook automatisch links. Kom niet, hè? Achter de boel even slapen. Nieuws nieuw hebben kort, hè? En vroeger moesten alles geen door het varen. En je had staalprecht van 1299. Alle groenten die langs de kamer moesten hier op de lokale markt dus, aangeboden worden. En ja, makkelijk. Half meter over. Echo! Laag water. Dan ben ik naar jou vast. Dank je. Ja, leuk. Dank je. Ja, we zitten nu in het oudste deel van Dordrecht. Waar de Wolwevershaven en de Nieuwe Haven, zeg maar, dat is het nieuwe werk. Hè? Dat is het nieuwste deel van Dordt. En dit is het oudste deel van Dordt. Hier lag hier omheen Dordrecht ontstaan. Dus alles wat je hier ziet is de kern van Dordrecht. Vroeger als je op de Rotterdam wilde varen vanaf zee, zeg maar, kwam je eerst hier doorheen. Hè? Rotterdam had geen goede verbinding met zee, de Maasbot was moerassig, dan kon je varen, dus alles kwam langs Dordt. Het is een mooie boot. Daarom moesten we dat eens even leeg maken. Wil iemand toch van water? Kunnen we drinken? Wat is dit? Wat willen de kindjes staan? Nou, ik wil al water. Dat is makkelijker, dat drinkt wat makkelijker. Maar ze wilde water. Dat is ook appelsap voor jullie. Mooi, hè? Oh, ik heb hier ook water. Maar een uurtje aan boord, hè? Ja, okay. Ik weet dus dat denk ik onze nog. Nee, oké, maar ik ga echt veel knallen. Ja, en eten. Maar wij zijn jij door. Halster, toevallig ook mijn collega ook in Halster, want ik ben lang, maar het is... Echt waar? Ja. Hoe heet hij dan? Stefan Zoetewij. Papa, en hij woont schuin achter een van de box tot een van de voetbal. Hele Rico. Achter Rico. Ja, achter Rico. Daar woont hij. Daar woont hij. Wat moet je dan? Zat je een stukje kaas? Komijnenkaas. En een stukje van deze balletje. Deze, was je de cello? Het is komijnenkaas. Ja, je moet nog niet omheen kijken, hè? Kijk, nou heb ik bijvoorbeeld politologie gestudeerd. Ik weet heel veel over dat. Eigenlijk zou ik heel veel willen praten, maar meestal met werkt dat niet zo goed als er zeg maar heel veel mensen zijn. Doe maar, oh nee, doe straks. Ja, in ieder geval wil, kijk, staat een naakt jongetje in de gevel, hè? Is dat onbeschaamd? Hier, kijk, naakt jongetje. Ja, kijk, er staat een naakt jongetje. Ja, je pand. Nee, de pand is gebruikt door. Ga je dat daar boven? Die blote plassen. Nee, ja. Dat ook onder de staan, hè? Dat pand is gebruikt door meneer Bever. En meneer Bever had nog twee broers, heet ook Bever.
En die hadden met z'n drieën een weddenschap wie heeft de meeste aanstootgevende gevel te plaatsen voor zijn pad. Dit is eentje, wat ik al beschaamde. Pad nummer 2 staat aan de Maartenschat. Het zijn twee kluchten van de zeeweermannen. Het zijn de zeeweerminnen, maar dan de man met wedges, zeg maar. En pad nummer 3, van broer nummer 3, verhaal vooral heeft de weddenschap gewonnen. Dat was de meeste aanstootgevende gevel, die is gelijk afgebroken na verkooien. Oh, dat gaat het verhaal, hè. Wat had hij dan ervan gemaakt? En dan wil ik wel weten, wat had hij dan? Ja, dat weet dus niemand. We hebben hier een heel mooi bruggetje. Als je de middelste metertjes niet versiert, vroeger was het van hout, kon je wegpakken en dan kon je met de mast passeren. Dus kon de schepen gewoon passeren, mastgat deed dat. Ja, mastgat. Wat is terug van de wagen onder. Hallo! Oké, heb ik jou. Wakker jongens. Oh, het is heerlijk. Moet niet. Het is voorstraat, ja. Dat is de langste winkelstraat van Nederland, hè? Met de minste winkels tegenover. Hey, nu is het wel zo dat het bijna laag water is, je kan het ook zien. We gaan over 1,20 meter per dag op en neer, twee keer. Dan kun je er anders door overhaal. Dat wel, maar we kunnen niet meer overheen. Dus er liggen twee drempels in de voorstraat. Oké. Maar daar kunnen we wel overheen, maar dan moet iedereen de medewerker trainen. En dat is een beetje lastig, maar dan moet even iedereen voor inkomen staan op trainen. Als u twee voor in staat, is het kan. Ik ben wel heel erg, ben ik ook van? Nee, maar jullie, de boot op die hoogte. Ja. Voor achter.